Hoi, ik ben Thijs. Ik ben hier vandaag bij de PXL in Hasselt met een missie. Ik ga namelijk een leerkracht verrassen, Hanne Rosius, want die is verkozen tot leraar van het jaar. En ik kom er een liedje voor zingen. Kom maar mee. Dag Hanne. Nu, ik vind dat een heel leuk toeval dat jij juist leraar van het jaar bent. Want jij leert mensen PAV geven. Hè? En als er iets niet voor mij was, was het PAV. ik heb een liedje voor u gemaakt. Hanne Rosius, dank u wel. Je zet een voorbeeld voor het onderwijs, niet normaal. Tommy en Lieke, vrouw. Je vergeet niemand, veroordeelt niet serieuze bron van energie. Een schouwer of een duw in de rug. Het verschil, niks is te veel, het is gewoon exceptioneel. Van een crash maak ik jij terug een vlucht. Hanne, Hanne Rosius, een dikke merci. Je zou het zelf nooit niet vragen, maar just daarom krijg er nu drie. Die kussen vooral wat je duurt, de leerkracht zoals het moet. Allee, dat wat mij hier toch vertelt. Nooit negatief, just veel te lief, gewoon extreem kwalitatief. En just daarom zeg jij ons een held. Hanne, Hanne Rosius, alsjeblieft. Zijn er misschien een beetje aan het overgaan, maar tegelijkertijd, waarom ook niet? Merci. Merci. Even af. Merci. De bienen het hangen, een dikke merci. Mag ik een groot, overweldigend applaus voor mevrouw Hanne Rosius. Hé, hé. Hanne, mocht je het nog niet doorhebben, je bent dus de leraar van het jaar geworden, 2022. Thijs zei het al daarnet in een lied, je maakt van elke crash een vlucht. Dat betekent dus dat jij je studenten kansen geeft, blijft kansen geven om uit te blinken, als het een beetje moeilijk gaat, om ze toch weer dat duwtje in de rug te geven. Dat is wat jij doet en dat is ook de reden waarom al deze mensen hier jou genomineerd hebben. En dan spreek ik over studenten, oud-studenten, collega-docenten. De nominaties waren echt massaal. Maar we willen er toch een aantal uitpikken. Ik ga die niet zelf horen, denk ik. Ik denk dat het leuker is als je het van de mensen zelf kan horen. Mevrouw Rosius, we willen je bedanken omdat je zo'n fantastische leraar bent. En zoveel kansen geeft, niet alleen aan mij, maar aan elk van je studenten. Net wanneer ik dat gesprekje nodig had, dan stond je klaar, ook al had je geen tijd. Je luisterde niet alleen met je oren, maar ook echt met je hart. En dat was zo oprecht bij u. U bent op zoek gegaan naar mijn talenten en hebt ervoor gezorgd dat ik leerlingen die gaandeweg kansen misten, echt kon zien. U hebt me laten zien hoe ik hen het geloof en het vertrouwen in zichzelf kan bijbrengen. U hebt me vooral laten zien hoe waardevol ze zijn. En daarvoor, lieve Hanne, bent u meer dan terecht de absolute leraar van het jaar. Hanne,
Anne Rosius, dank u wel. We menen het, Anne, een dikke merci. Dank u wel.